vooral heel veel nodig hebt als ICT'er, is echt de drive om het zelf uit te zoeken. Wij zijn vandaag bij Port IT. Port IT is een maritieme ICT-dienstverlener die zich focust op de cybersecurity-tak van de maritieme sector en dan vooral de grote zeevaart. Je leert bij mijn opleiding vooral heel veel over netwerken. Met virtualisatie doe je ook heel veel. En wat je er eigenlijk uit haalt is dat je op een systematische manier gaat nadenken. Met een gestructureerde documentatie en een gestructureerde implementatie, zodat iemand jouw werk kan overnemen als er problemen zijn. Ruben die leert hier door het aanreiken van mogelijke oplossingen. Probleem volledig uitleggen heeft geen zin, want daar leert iemand niet van. Je kan beter iemand zelf een paar strohalmen geven voordat hij het uiteindelijk zelf vindt. Ik ga zelf ook redelijk vaak naar schepen met een andere engineer. Meestal is dat de opdracht niet moeilijk, maar wat je er aantreft is heel moeilijk, want het is allemaal heel slecht gedocumenteerd en het hangt allemaal net samen. Bij de opleiding heb je altijd heel veel tijd voor dingen, maar hier is het echt gewoon de echte wereld en die schepen, ja, ze liggen een dagje in Nederland en daarna gaan ze naar Panama of zo. Je hebt gewoon af en toe te weinig tijd voor dingen. Ruben vindt het vooral moeilijk om problemen los te laten. Als hij een IT-probleem heeft, dan wil hij daar zo diep op ingaan en daarin blijven zoeken. Maar dat is niet altijd op te lossen. Jury is vooral iemand die graag dingen gewoon op je bureau legt en zegt, als je problemen hebt, kom je naar mij toe. Als ik iets moet zeggen waar ik wel trots op mezelf ben, is het toch wel wat ik allemaal heb geïmplementeerd in de korte tijd dat ik hier ben geweest. Het is een compliment voor mezelf dat ik dingen heel graag wil oplossen. Maar het is ook een leerproces dat ik soms dingen niet kan oplossen. Wij gaan even verder werken. Veel plezier. Doei doei.